Welkom in mijn huisje. Ik heb mijn boksspullen klaarstaan, zie je. Ik had altijd mijn boksspullen staan. Mijn kleine prijzenkastje. Een aantal prijzen die ik heb gewonnen met het boksen en kickboksen. Ja, ik moest altijd vechten om dingen voor elkaar te krijgen. Mijn ouders hebben het niet breed en als ik iets wilde, dan of moest ik zelf voor werken of het was gewoon pech. Ik kon niet bij mijn pa of bij mijn moeder aankomen lopen van hé, mag ik wat lenen of mag ik dit en dat. Dat bestaat niet. Dat. Ik werk eigenlijk al sinds mijn 14e, 15e werk ik eigenlijk al voor mezelf zorgen. En daardoor kon ik dus het sporten betalen. Ik ben geboren met bronchitis. Ik ben ook iets van pak een beetje 10 weken te vroeg geboren. Doktoren gaven mij weinig kans van overleven. En dan nu gaan lopen knokken in de ring, 8 rondes lang. Dat is mijn motivatie. Dat is iets wat ik denk van, hey, als kleine Brammetje nu kon kijken, dan zou hij heel trots op me zijn. Als ik de ring instap, heb ik altijd een gebed. Ik kan niks anders dan mijn lot in God leggen. Het geloof geeft mij stabiliteit in mijn leven. En voor mij is het dus heel belangrijk. Ja. Ja, dan maakt het niet uit wat je doet, of je nou boks of voetbalt of handbalt of tennis speelt. Het gaat erom dat je in jezelf gelooft. En het geloof geeft mij daar wel kracht in. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon time. You are not around. Slowly drifting. Schoen uit. Ze moet eens een beetje verlegen. Zo, kom. Ik ben de kees horen. En dan moet je twira. Mijn ouders staan altijd voor me klaar, mijn broers, mijn zus, mijn vrienden die, ik weet wie mijn vrienden zijn. Had hij verwacht dat jij bokser zou iets in sport zou gaan doen, of bokser zou worden? Nee, dat had hij niet verwacht, omdat ik kom uit een familie van geleerden en hij had gehoopt dat ik zeg maar zou studeren voor een dokter of voor een arts of voor een... Is hij bang dat je iets overkomt? Ja, daar zijn ze dan het meest bang voor. Regen in energie, staat niet zo. Ja. Wat dan? Maar kijk je? Ja, hij zou wel kunnen kijken, maar als ik kon kijken, dan moet ik sowieso winnen. mijn moeder is blij omdat ik zeg maar nu groot en sterk ben, zeg maar. En ze hoopt dat ik ooit wereldkampioen word. Ja? Ja. Ik weet dat hij altijd trots op mij is geweest met wat ik in het sport heb bereikt. En dit was voor mij dan mijn laatste eerbetoon aan hem, zeg maar. En ik heb die partij ook aan hem opgedragen. Mijn broer is eigenlijk in zijn slaap overleden. Dat is er gebeurd eigenlijk. Niet zo lang geleden. Het is raar, omdat kijk, als een oom of een tante of een opa en oma overlijden, is het toch anders. Die zijn toch wat verder van je vandaan. Maar als het eenmaal in je eigen gezin gebeurt, hè, in dit geval dus mijn broer, is het toch anders. Zo dichtbij is de dood nog nooit geweest. Ik ben heel zorgzaam. Ik wil altijd voor mensen zorgen. En ik heb broertjes en zusjes en ja. Ik voel me dan verplicht dan om er voor hun ook te zijn. En als ik zwak ben, ja, dan stel ik niet het goede voorbeeld. Ik mag voor mezelf geen verdriet hebben, nee.